We staan hier met Tom Hendriksen, de winnaar van de lange cross. Je moest 9 kilometer, 3 rondjes van 3 kilometer. Ik heb de race niet gezien, dus je moet ons even vertellen wat er is gebeurd. Het was een beetje glibberen en glijden, direct al bij de start. Ik ben gewoon lekker meegelopen. Eerst even een stukje rustig aangedaan en een beetje afwachtend gelopen. Alleen ik merkte wel dat het een beetje onrustig was in het veld. Dus een aantal jongens gingen er al vandoor, maar ik bleef gewoon rustig. Toen merkte ik dat ik me wel sterk voelde vandaag. Dus toen ben ik een klein beetje versneld om op de technische stukken alleen te komen lopen, zodat ik mijn eigen pad kon kiezen. Toen merkte ik dat het eigenlijk wel heel erg goed ging. Wanneer kwam je aan kop te lopen? Bij het afdalen van de Ajaxheuvel, dus de heuvel helemaal in het bos, het hoogste punt, merkte ik dat ik goed naar beneden kwam en dat ik gewoon omhoog kon lopen, heel makkelijk. Samen met een tackle, want de honden zijn er heel veel. Dus er liep een hondje, die liep voor me en die kon ik een beetje in zijn pad volgen en die bepaalde een beetje het tempo voor mij. En dat was al in de eerste ronde? Ja, dat was direct in de eerste ronde al. Toen bij het afdalen, naar de allersteilste klim toe, toen ging helaas mijn Hadi onderuit in een bocht. Toen merkte ik wel dat het vandaag wel een mooie dag ging worden en dat ik kon winnen. En toen liep de voorsprong alleen maar verder uit. Je hebt ook de verandenloop gelopen. Ja. Was dit een betere wedstrijd voor jou, een slechtere wedstrijd? Het is een beetje lastig te vergelijken, want er staat natuurlijk niet een zo groot deelnemersveld en zo sterk deelnemersveld als bij de verandenloop aan de start. Maar ik merkte wel dat ik steeds beter in voorkom, ook na de verandenloop. Dus ik vind het heel erg jammer dat ik niet uitgezonden ben naar het EK. Maar goed, die discussie is nu voorbij. Dus volgend jaar hebben we nieuwe kansen en ga ik mijn allerbest doen om er wel te komen te staan. En is een doel van jou ook om het crosscircuit te winnen of is dat geen doel? Ik vind crossen hartstikke leuk en ik zou hem graag willen winnen. En ik ga ook de meeste crossen ga ik ook lopen. Vorig jaar werd ik derde en het is kijken of ik dit jaar een plekje hoger kan komen te eindigen. En dat zou hartstikke mooi zijn. En wat is de belangrijkste wedstrijd die jij op de planning hebt staan de komende maanden? Ik denk dat ik de Groet uit Schoren run. Daar wil ik voor het eerst onder de 30 gaan lopen. Dat is voor mij wel een heel grote wedstrijd. En natuurlijk het NK Cross wil ik heel goed gaan lopen. Alleen alle andere nationale wedstrijden, die loop ik ook. En daar hoop ik ook hoog op te eindigen. Maar het grootste doel is tot nu toe onder de 30 lopen. Paaf. Dus we zien je bij de Sylvestercross en dan ook weer bij de andere crossen en bij het NK 10 kilometer in Schoorl. Ja, ik loop alleen de cross in Breda niet, die sla ik over. Maar het NK Cross, Abdijcross, Sylvestercross en de Groet uit Schoorl, die loop ik zeker weten wel. Laatste vraag, wat was voor jou het hoogtepunt in 2019 op sportief gebied? Het hoogtepunt in 2019? Ik zit nu bij een nieuw team, Team Female, en ik vind dat heel goed bevalt. En ik denk dat het een hele goede keuze voor mij is geweest. Ik denk dat dat wel een van mijn hoogtepunten is, als ik dat zo een hoogtepunt nog noem. Maar het is gewoon een hele goede set om onder Eddie te gaan trainen, Team Female.